In 2012 kwam ik in Arnhem wonen. Wat mij meteen opviel aan de stad was haar sterke sociale cohesie. Dat komt misschien omdat Arnhem de koploper in Gelderland en nummer 4 van Nederland is als het gaat om armoede. Ik ga in deze serie onderzoeken welke hulp er allemaal in Arnhem mogelijk is als je er even niet meer uitkomt met je financiën. In deze aflevering zoek ik uit wat je als eerste moet doen als je niet genoeg geld meer hebt. Maakt geld gelukkig? Niet hebben maakt je zeker ongelukkig. Wat is belangrijker dan geld? Je toekomst. Tevreden zijn met je leven. Gezondheid. Mm-hmm. Maakt geld gelukkig? Nee. Nee? Nee. Kun je dat uitleggen? Er zijn belangrijkere dingen in het leven, toch? Volgens mij, als je met mensen het wel kan delen, maakt het wel gelukkig. Hebben jullie wel eens schulden gehad? Ja, we zijn studenten. Ben je aan het opbouwen, toch? Hoeveel schulden heb je? Daar ga ik het niet over hebben. Geen uitspraak. Nee. Heb je een tip voor mensen om uit de schulden te blijven? Nee, die wil ik zelf heel graag horen. Dus als je hem hebt, deel hem alsjeblieft. Nederland staat erom bekend een goed sociaal vangnet te hebben. Want als je nergens meer aan de bak komt en geen recht meer hebt op de WW, dan kun je bijstand aanvragen. Maar ook als je nooit gewerkt hebt, ook dan heb je recht op geld van de overheid. In Arnhem zitten zo'n 7800 bewoners in de bijstand. Ik ga praten met Sandra Vervoort, die bij de gemeente Arnhem werkt. Zij weet alles over de bijstand en kan me haar fijn uitleggen waar de bijstand voor staat. Wat is de bijstand precies? De bijstand is de uitkering waarvoor je in aanmerking kunt komen als je op dat moment geen inkomen hebt om de kosten van levensonderhoud te betalen. En ook geen aanspraak kunt maken op bijvoorbeeld een voorliggende voorziening zoals een UWV-uitkering of bijvoorbeeld studiefinanciering. Voor wie is de bijstand? De bijstand is voor mensen tussen de 18 jaar en tot de pensioenleeftijd en die op dat moment geen werk hebben. Kun je uitleggen hoe je kunt aanmelden voor de bijstand? Ja, als je een aanvraag wil indienen voor bijstand, dan kun je dat het beste digitaal doen. Dan ga je naar de website www.arnhem.nl. Vervolgens meld je je aan. Daarna krijg je een oproep voor een aanmeldgesprek. Waarin er gekeken wordt van eerst, is er sprake van een voorliggende voorziening? Kun je bijvoorbeeld nog een beroep doen op WW-uitkering of bijvoorbeeld studiefinanciering? Ben je inderdaad echt woonachtig hier, noem maar op. Dus er wordt echt een eerste inschatting gemaakt, beoordeling. Of de aanvraag überhaupt in behandeling wordt genomen. Vervolgens krijg je ook uitleg over de voorwaarden die er gelden. Maar ook over de rechten die je hebt uiteraard. Je hebt zowel rechten als plichten als je de bijstand ontvangt. Zo moet de gemeente je binnen 8 weken na aanlevering van alle stukken laten weten of je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Je mag ook maximaal 28 dagen per jaar op vakantie naar het buitenland. Maar deze moet je wel eerst melden en bespreken. Je hebt als 21-jarige die alleen woont recht op bijna 1000 euro per maand, inclusief vakantiegeld. Als je bijstand ontvangt, moet je er wel alles aan doen om aan het werk te komen. Zo moet je bijvoorbeeld bereid zijn om maximaal 3 uur per dag te reizen als dit nodig is om werk te krijgen. Je dient ook het aangeboden werk te aanvaarden. En natuurlijk moet je er alles aan doen om dit ook te behouden. Ten slotte ben je verplicht om wijzigingen in je leefsituatie door te geven. Als je gaat samenwonen bijvoorbeeld, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van je uitkering. De rechten die je hebt als je in de bijstand zit, is dat sowieso dat je goed geïnformeerd bent. Dat je ook weet waar je aan toe bent en waar je je aan moet houden. Om misverstanden te voorkomen. Een recht is ook dat je op het moment dat je alle gegevens hebt aangeleverd, dat er ook zo spoedig mogelijk een beslissing wordt genomen. En ook dat er gekeken wordt hoe je ondersteund kan worden naar werk.
wat moet je vooral niet doen of rekening mee houden als je in de bijstand zit? Wat anders is als je bijvoorbeeld een baan hebt of een WW-uitkering? Ja. Nou, wat je vooral niet moet doen als je in de bijstand zit, is verzwijgen dat er inkomsten zijn. Dat lijkt me logisch. Maar ook bijvoorbeeld als er wijzigingen zijn in je situatie. Bijvoorbeeld, er komt iemand bij je wonen, al is het maar voor een tijdje. Of je gaat een poosje naar het buitenland op vakantie. Dat je dat doorgeeft. Beter te veel doorgeven dan te weinig om misverstanden te voorkomen en te voorkomen dat je daarna een stukje uitkering teruggevorderd wordt. Als je eenmaal in de bijstand zit, blijkt het vaak moeilijker te zijn hier weer uit te komen. Sandra legt uit wat de gemeente Arnhem voor deze inwoners doet. Ja, ik denk iedereen uit de bijstand helpen dat dat echt een utopie is en dat dat gewoon niet realistisch is. Kijk, en de bijstand is toch gelukkig voor die mensen waarvoor het echt noodzakelijk is. En dan is de bijstand een heel mooi vangnet voor. Dus er zal altijd een deel zijn wat gewoon een beroep moet blijven doen op bijstand. Denk aan bijvoorbeeld mensen die gewoon arbeidsongeschikt zijn, die chronisch ziek zijn, maar ook mensen die met ja, sommige alleenstaande ouders, waarbij het ook niet meteen mogelijk is om aan het werk te kunnen. Dus ja, de bijstand is ook echt in het leven geroepen volgens mij om mensen die echt niet aan het werk kunnen, ook al willen ze dat vaak wel, dat die wel in hun levensonderhoud kunnen voorzien en dat die niet afglijden en in de problemen raken. In 2016 startte de gemeente Arnhem het project Vroeg Erop Af. Het project is zo simpel als het klinkt. Door vroeg op bewoners af te stappen die een betalingsachterstand hebben, kunnen grotere schulden voorkomen worden. In eerste instantie was het project een proef. Vroegsignalering was hier het toverwoord. Het lukte toen in 72% van de gevallen om met de inwoners in gesprek te komen. Omdat de methode effectief bleek, is ze in 2019 over alle wijken uitgerold. Mark Mulder is schuldhulpverlener en werkt voor dit project dat onder Rijnstad valt. Hij staat regelmatig ongevraagd bij mensen op de stoep om over geld te praten. Hij vertelt mij vandaag meer over dit project. Vroeg Erop Af is een project. Het is begonnen door de gemeente Arnhem. En wij van Rijnstad voeren het uit. En het is een project waar we eigenlijk bij mensen aan de deur aankloppen als er het vermoeden is dat ze problemen hebben om een rekening op tijd te betalen. En hoe komen jullie daarachter dat er problemen zijn met de rekeningen? Nou, we komen erachter dat ze problemen hebben doordat allerlei organisaties werken mee aan het project. Dat zijn energiemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, woningbouwverenigingen in Arnhem, de gemeente zelf. En die melden, als mensen een rekening te laat betalen, melden ze dat in een register. Ja. En op het moment dat er in een periode van 3 maanden 2 rekeningen te laat betaald worden, is dat een signaal dat er mogelijk problemen zijn. En dan krijgen wij het adres door en dan gaan we erop af. En hoe werkt dat? We gaan eigenlijk naar mensen toe. We bellen gewoon aan. En als ze open doen, dan beginnen wij het gesprek met, we leggen uit waar we voor komen. En we leggen uit wat we eigenlijk kunnen doen. En wat we kunnen doen is dat we samen met mensen naar hun inkomen kijken. Van maak je gebruik van alle voorzieningen die er in Arnhem zijn en die er landelijk zijn. Dus heb je wel alles waar je recht op hebt. We kunnen een overzicht maken van inkomsten en uitgaven. Om te kijken of je wel uitkomt met je geld en of je wel voldoende geld overhoudt. Mag dat niet zo zijn, dan kunnen we nog gaan kijken naar de uitgavenkant. Van is alles wat je uitgeeft al echt noodzakelijk? Of zou je op bepaalde dingen anders kunnen organiseren? Als mensen schulden en achterstanden hebben, dan gaan we met hen kijken van kun je met het geld wat jij overhoudt die achterstanden inlossen? En is het mogelijk om daar een plan voor te maken? Nou, en als dat kan, dan maken we samen dat plan. En dan gaan de mensen zelf of met onze ondersteuning met de schuldeisers bellen van hoe kunnen we het oplossen? Het kan ook zijn dat de problemen wat groter zijn. En dan verwijzen we mensen door naar Rijnstad schuldhulpverlening. Welk probleem kom je nou het meeste tegen waardoor mensen in de problemen raken met geld? Ja, ik denk niet dat er één probleem is wat er bovenuit steekt. Het zijn gewoon een aantal belangrijke oorzaken. En dat zijn echt ontslag. Dus mensen die een baan hadden en die in de WW terechtkomen en die denken het komt wel weer goed. En dan uiteindelijk toch geen baan vinden, waardoor ze in de bijstand komen. En dat verschil in inkomen kan heel erg groot zijn. Als je dan niet je uitgaven daarop hebt kunnen aanpassen, omdat je bijvoorbeeld in een duur huis woont. Dat levert een probleem op. En wat je heel veel tegenkomt, zijn mensen die gewoon het hele
systeem van toeslagen en hoe het allemaal werkt gewoon eigenlijk niet zo goed begrijpen. Die brieven van de gemeente niet begrijpen en dat soort zaken. Waardoor ze dingen verkeerd doen zonder dat ze dat weten en die uiteindelijk dan tot problemen leidt. Hoe ga je om met mensen die boos worden als je aanbelt? Ja, rustig blijven. Uitleggen waar het voor is. Ik probeer toch gewoon echt wel in te steken op dat zij begrijpen dat het misschien niet voor hun bedoeld is, maar dat echt heel veel mensen er baat bij hebben. En echt vrijwel iedereen heeft dan begrip. En snapt dan, het gaat niet over mij persoonlijk, het gaat gewoon om mensen te helpen. Heel soms is er iemand die echt boos blijft. Als ik het niet kan uitleggen, dan kunnen zij bij de gemeente terecht om daar nog hun verhaal te halen. Maar uiteindelijk is dit beleid natuurlijk niet afhankelijk van één of twee mensen. Hoeveel mensen werken er bij Vroeg erop af? Wij werken met 4 mensen, want we gaan altijd met z'n tweeën op huisbezoek. Omdat je dan ook met elkaar mee kan kijken van wat er nou allemaal gebeurt en wat er allemaal gezegd wordt. En wij werken hier in Kronenburg vanaf de Matser. Mark wil me zijn kantoor laten zien dat in het jongerencentrum de Matser bij Kronenburg gevestigd is. Terwijl we hier naartoe lopen, vertelt hij me iets dat ik niet verwachtte. Hoe ben je eigenlijk bij Rijnsel terechtgekomen? Ja, ik heb zelf schulden gehad. Oh? En ben toen ik in de schuldsanering zat, vrijwilligerswerk gaan doen bij Rijnstad. En uiteindelijk is het mijn werk geworden. Stichting Rijnstad is de organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Arnhem en omgeving. Zij biedt dienstverlening op maat en wil dicht bij de mensen staan. Voor de opdrachtgevers van Rijnstad, zoals de gemeente Arnhem, voorkomt en vermindert zij onder andere problemen die ontstaan door armoede. En daar hoort advies, ondersteuning en hulpverlening bij financiële vraagstukken bij. In 2018 werden bijvoorbeeld 573 schulddienstverleningstrajecten afgesloten met een gemiddelde schuld van 36.000 euro. Ik ga praten met Marijke de Jong, die als medewerker schuldhulpverlening bij Rijnstad werkt. Zij legt me uit hoe deze organisatie kan helpen. Binnen Rijnstad zijn medewerkers schulddienstverlening actief, die samen met inwoner de financiële situatie verder overzichtelijk maken, inzichtelijk maken en zo verder begeleiden naar schuldhulpverlening. Dus schuldhulpverlening doen jullie niet zelf? Schuldhulpverlening is uitbesteed aan een andere organisatie hier in Arnhem, dat is Plantgroep. En zij bieden aan inwoners een traject, een schuldregeling van 36 maanden. En daarin wordt echt de oplossing gevonden voor die schulden. En jullie helpen mensen voordat ze de schuldhulpverlening ingaan? Ja, wij zetten samen met inwoners die stappen die nodig zijn om stabiliteit te creëren. Dus dat er balans komt tussen inkomen en uitgaven. En dat iemand eigenlijk ook weer zijn leven zo op de rit krijgt dat hij daar goed en comfortabel bij zit. Ja. En het kan dus dat door jullie hulp mensen niet de schuldhulpverlening in hoeven? Kan. Rijnstad biedt verschillende trajecten aan. En in die trajecten wordt keer op keer gekeken van moet een inwoner richting plangroep voor een schuldregeling van 36 maanden? Of heeft hij de mogelijkheid om zelf een oplossing te vinden voor zijn financiële situatie of voor zijn schulden? En binnen Rijnstad zijn de medewerkers actief die vanuit daar samen met inwoners gaan kijken van hey, wat is passend bij jouw situatie en wat is nodig om die schulden weer op de rit te krijgen. En het project van Mark vroeg erop af, ken je dat? Ja. Spreek je wel eens met hem of spreek je die cases door? En Mark vraagt ook geregeld om een vrijwilliger. Krijg je een brief waarin staat dat je moet betalen en ken je het bedrijf niet, ga het dan wel eventjes nakijken. En krijg je een brief van een incassobureau of een deurwaarder, check dan ook of het wel echt een bestaand incassobureau is. Geef niet meer geld uit dan je hebt. Word je bijvoorbeeld werkloos en je inkomen daalt, ga dan kijken naar je uitgaven en of je daar aanpassingen aan kan doen. Je kunt ook kijken of je misschien recht hebt op toeslagen. Heb je een schuld die je moet betalen, dan kun je eigenlijk heel vaak een betalingsregeling treffen. Dan kun je per maand het bedrag afbetalen als je dat niet in één keer kunt. Let wel op dat je een regeling treft die ook echt na kunt komen en dat niet andere betalingen in de knel komen.
Heeft de werkgever je loon niet betaald, dan kun je ook bij ons terecht. We kunnen dan kijken wat er aan de hand is, we kunnen je tips geven en we kunnen ook helpen met het schrijven van een brief, zoals je die ook kunt vinden op onze website juridischloket.nl. Kom je er niet uit, vraag dan hulp. Je staat er niet alleen voor. Je kunt terecht bij budgetbeheer en je kunt ook altijd naar de inloopspreekuren van het Juridisch Loket. We helpen je graag. Eerder sprak ik met Mark Mulder over het project Vroeg Erop Af. Door vroeg bij inwoners in Arnhem aan te bellen die een betaalachterstand hebben, kunnen ergere schulden worden voorkomen. Mark vertelde me ook dat hij zelf in de schulden heeft gezeten. Op jongerencentrum De Matser bij Kronenburg praten we verder. Je vertelde net dat je zelf in de schulden hebt gezeten. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik heb in de schulden gezeten omdat ik een eigen bedrijf heb gehad. Oké. Okay. Een spelletjeswinkel in de Steenstraat in Arnhem. Leuk? Ja, was heel erg leuk. Maar het liep niet? Nou, het liep eigenlijk best. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment zijn er dingen gebeurd. Ik had de zaak samen met andere mensen. Mm-hmm. En er zijn dingen tussen ons gebeurd die niet helemaal gingen zoals het moest. Ja. En uiteindelijk was ik alleen over in die zaak. En bleek er wel een grote schuld te zijn. Mm-hmm. En die schuld die heb ik toen opgelost. Alleen kostte dat al mijn reserves, zowel financieel als ook als persoon, zeg maar, mijn energie. En eigenlijk net op het moment dat ik dat allemaal opgelost had, mm-hmm, begon het Muzeskwartier, de verbouwing. En dat was recht voor de deur van mijn winkel. Dus toen heeft er 3 jaar lang een bouwput voor mijn winkel gestaan. En hoeveel schuld had je toen? Toen ik stopte, want ik heb uiteindelijk besloten dat ik moest gewoon stoppen met die zaak. Toen had ik iets van 120.000 euro schuld. 120.000 euro? Ja. Dat is een hoop geld voor één persoon. Dat is een hele hoop geld voor één persoon, ja. Hoe heb je dat opgelost? Nou, ik ben toen naar de schuldhulpverlening gegaan. Dat was toen nog via de gemeente. Ja. En nou, daar heb ik mij aangemeld. En dan blijkt dat je jaarcijfers moet inleveren en dat er allerlei dingen moeten gaan gebeuren. En dat heeft in totaal meer dan 4 jaar geduurd voordat ik überhaupt in de schuldregeling zat. Waarom zo lang? Ja, het is bureaucratie. Er zijn dingen die misgaan. Het werkte gewoon niet. Het was niet toegespitst op mensen zoals ik. Dat is denk ik met wat het bedrijf, probleem was. Met een bedrijf bedoel je? Die een bedrijf hebben gehad. En er werden gewoon steeds nieuwe dingen van mij gevraagd in plaats van dat alles tegelijk werd gevraagd. Oké. Okay. Toen ben ik eigenlijk in die periode van iemand met zelfvertrouwen en eigenwaarde helemaal ingestort, dat er helemaal niks meer van mij over was. En na 3 jaar schone lei? Ja. Maar wel als mens niet meer. Nee. Geen vertrouwen misschien meer in de maatschappij of de mensen om je heen? Jawel, in de maatschappij. Mm-hmm. Want ik geloof gewoon wel dat er dingen gedaan kunnen worden. Maar ook wel heel duidelijk de les geleerd dat er heel veel dingen nog niet in orde zijn. En dat is ook eigenlijk wat ik ben gaan doen. Ik ben met mijn vrijwilligerswerk en later met mijn werk gewoon gaan werken om de dingen beter te doen en te zorgen dat de dingen anders gaan. Ik ben begonnen bij het helpen van mensen bij hun thuisadministratie, dus het uitzoeken van papieren en in een map doen. Daarna ben ik budgetcoach geworden. En dan help je ook met de papieren, maar dan help je ook met hoe je je uitgaven beheert en dat soort dingen. Daarna is er een project gestart van Vroeg Erop Af. En toen ben ik budgetcoach geworden bij Vroeg Erop Af. Mm-hmm. En uiteindelijk is mij gevraagd om bij Vroeg Erop Af zelf te komen werken. Om zelf bij mensen langs de deur te gaan. Ja, dus je hebt eigenlijk van je eigen problemen je werk gemaakt. Klopt, ja. Ja. En wat heeft het met je gedaan toen je in de schulden zat? Hoe moet ik me dat voorstellen? Word je daar depressief van? Of? Nou, wat het probleem is, is als je echt in de schulden zit zoals ik zat en ook geen en heel weinig inkomen hebt, je gelooft dat het opgelost kan worden en je gelooft dat het in Nederland allemaal kan. Als je op een punt komt waar ik terecht kwam dat je eigenlijk het geloof kwijtraakt dat je er ooit nog uitkomt, dan verdwijnt alle energie. En dat is echt zo ver gegaan dat ik op een gegeven moment dacht, als ik dacht aan ik ga dit oplossen, dan was de dichtstbijstaande oplossing om van een brug te springen. Oh. Maar wat kunnen mensen zelf doen om te voorkomen dat het zover komt als dat het bij jou is gekomen? Ja. Nou, eigenlijk zo snel mogelijk hulp zoeken. Oké. Mensen die denken dat ze nog geen probleem hebben en dat het allemaal nog oplosbaar is. Maar op het moment dat je eigenlijk gaat schuiven met je rekeningen en soms de huur te laat betalen of dan weer een keer een automatische betaling terughalen
om dingen op te lossen. Dat is het moment dat je kwetsbaar bent. Dan is het nog, je hebt het nog onder controle. Maar eigenlijk is dat het moment waarop je hulpverlening zou moeten inschakelen. Om de boel weer eens op een rijtje te zetten en goed te bekijken hoe je weer terugkomt nadat alles wel op tijd loopt. Omdat die situatie, als er dan iets gebeurt, je wordt een keer ziek waardoor je minder inkomen hebt, of er is een tegenvaller, dan valt meteen alles om. En dan kom je meteen in een maalstroom van verhogingen en daar kom je dan niet meer uit. Hoe gaat het nu financieel met je? Nou ja, ik heb nu een baan, dus ik verdien geld. En dat betekent dat ik eigenlijk mijn normale leven kan leiden. Maar in die 7 jaar dat ik echt helemaal niks had, want ik ben in die tijd ook gescheiden, ik woonde antikraaks, ik had ook echt geen meubels. En voordat je dat weer allemaal terug hebt naar het oude niveau, daar ben ik gewoon nog niet. Dus ik moet nog steeds, ik heb laatst mijn lattenbonen van mijn bed eindelijk kunnen vervangen. Eerder liep ik op een half doorgezakt bed. Maar ik heb bijvoorbeeld nog maar 2 keukentafelstoelen of eetkamerstoelen. Is het omdat je nu het geld niet hebt? Nog niet hebt. Omdat je gewoon moet iedere keer weer sparen en dat je weer genoeg hebt. En je moet ook zorgen dat ik geld heb voor onvoorzien. Ja. Want anders sta ik er dadelijk weer. Ja. Dus dat duurt jaren. Ja, echt jaren voordat je weer helemaal terug bent op hetzelfde niveau als anderen. Als je er helemaal niet meer uitkomt, dan kun je in Arnhem naar de wijkcoaches toe. Ze zijn het eerste aanspreekpunt in je buurt. Ze werken in opdracht van de gemeente Arnhem en helpen iedereen. Ik heb afgesproken met Marieke Gores en Henriette Kolen, die beide als wijkcoach werkzaam zijn. Ze verwelkomen mij in het prachtige multifunctionele centrum De Wetering op de Geitenkamp. Kun je uitleggen wat een wijkcoach is? Ja, een wijkcoach is eigenlijk door de gemeente Arnhem ingesteld om inwoners van de gemeente Arnhem te helpen met allerlei vragen die ze hebben. We werken in opdracht van de gemeente, maar we zijn een eigen stichting. We zijn in 2015 begonnen en ja, mensen stellen eigenlijk van allerlei vragen aan ons. Dat kan over financiën gaan, maar dat kan ook over opvoeden gaan. Dat kan over weer aan het werk gaan. Ja, eigenlijk van alles. En wij zijn dan het eerste aanspreekpunt en wij gaan samen met inwoners verder zoeken naar waar een oplossing voor ze kan liggen. En ja. Kan ik zelf als inwoner van Arnhem bij jullie aankloppen of heb ik een verwijsbrief nodig? Nee, gelukkig niet. Dat is een van de speerpunten dat we eigenlijk zo laagdrempelig mogelijk zijn. En we zitten ook op veel plekken in de wijk waar mensen gewoon binnen kunnen lopen. En kom je dat veel tegen, dat mensen bij jullie komen omdat ze vragen hebben over hun financiën? Wekelijks wel, denk ik, 1 of 2 gezinnen. En dat kunnen hele simpele vragen zijn. Gewoon mijn koelkast is stuk en ik wil geen schulden maken, maar ik heb hem echt nodig, want ik heb kinderen tot... Ja, ik heb 20.000 euro schuld en ik kom er niet meer uit. Dus wij zijn altijd heel blij als mensen zo vroeg mogelijk contact zoeken. Want je kunt eigenlijk... Want vaak speelt er best wel veel schaamte als mensen niet rond kunnen komen. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk om te zeggen, dat mensen gewoon beter te veel kunnen komen dan te weinig. Ja, wat we veel zien, mensen komen vaak in de schulden doordat of hun situatie verandert. Dus ze waren eerst samen en gaan scheiden, dan verandert je situatie. Je verliest je baan, dan verandert je situatie en dus ook je inkomen. Wat dan een grote oorzaak ook kan zijn, is dat mensen moeten zelf hun inkomen ook doorgeven aan de Belastingdienst. En dat gebeurt dan niet. Dus dat is wel een oorzaak waarom soms schulden ontstaan bij de Belastingdienst. En soms ook wel omdat de systemen best ingewikkeld zijn als je digitaal niet zo heel goed onderlegd bent. En je moet alles van de Belastingdienst, van de toeslagen, je moet alles zelf regelen. En als je dat moeilijk vindt, dan krijg je soms uitstelgedrag. En van het een komt soms het ander en dan ben je te laat met aanvragen. Of voor je het weet, durf je je post niet meer open te maken. Zo kan het gaan. Maar denk je dat het hebben van die schulden of het maken van die schulden ook bij de inwoners zelf soms ligt? Kom je dat ook wel eens tegen dat je denkt, hey, had toch niet dit of dat gekocht of dit of dat gedaan? En hoe ga je daar dan mee om? Ja, het is best moeilijk om te zeggen van nou, een oorzaak voor schulden ligt altijd bij de mensen zelf. Er is ook wel onderzoek naar gedaan dat op het moment dat je schulden hebt, dan wordt eigenlijk je IQ wat lager, zeg maar. Je hebt stress, je kan wat minder goed nadenken. En daarom denken wij soms ook wel eens van, hè, hoe kan het nou toch dat als je al zo weinig geld hebt, dat je toch van die rare keuzes maakt. Dat je
toch wel voor die, voor die tv gaat. Of, ik had laatst iemand die heel erg in de schulden zat en waren hartstikke goed bezig. En die, de keer erop dat ik kwam, hadden ze een heel grote Bouvier gekocht. Dat kost hartstikke veel geld. Ja. En wat zeg je dan tegen die mensen? Nou, dan bespreek je dat. En, En de Bouvier moest weg? Of? Nou, er moet nooit niks. Maar ja, je gaat kijken wat zijn de consequenties en hoe kun je daarmee omgaan. Als je de Bouvier per se wil houden, wat betekent dat dan financieel? Ja. Het helpt meestal niet om het beschuldigend vingertje van ben je dom geweest. En dat helpt gewoon niet. Hoe wij werken, dus dat is ook wel een tip voor mensen om mee te geven. Hoe wij werken is ook altijd, je moet zorgen dat je de cirkel doorbreekt. Je moet eerst ook zorgen dat je overzicht hebt. Ga op een rijtje zetten wat je inkomsten en je uitgaven zijn. Dat is ook het eerste wat wij doen. Betaal altijd je vaste lasten eerst. Dus daar begint het ook mee. Zorg dat je je huur betaalt, je energie betaalt, je water betaalt. Dat zijn de belangrijkste dingen, omdat die ook, daar kan iets mee gebeuren. Ja. De zorgverzekering betaalt. En als er dan nog geld over is, dan kan je daarmee schulden aflossen. Maar ga niet eerst schulden aflossen en daardoor je niet je huur betalen. Want dan kom je in een cirkeltje en kom je er niet meer uit. En dat zie je vaak, hè? Dat mensen dan in paniek, of er komt een deurwaarder bij aan de deur en dan in paniek afspraken maken van ik ga dat en dat betalen, maar dan kan eigenlijk niet. En hebben jullie momenteel mensen die in de schulden zitten of die jullie helpen die problemen hebben met schulden? Ja, eigenlijk altijd wel. En toevallig ga ik vanmiddag bij Jan Willem, is een inwoner waar ik bij betrokken ben. En die heeft dat hele traject, die heeft contact gezocht ooit. En we hebben de hulp van Rijnstad ingeschakeld en die heeft toevallig net gisteren te horen gekregen dat dat traject is afgesloten. Dus dat noemen ze dan dat alles redelijk stabiel is. En nou gaat hij naar plangroep om te kijken welke schuldregeling getroffen kan worden. Dus hij mag de schuldhulpverlening in? Ja. Okay. Samen met Henriette Kolen ga ik op bezoek bij Jan-Willem Wijnbergen. Zij helpt hem al geruime tijd bij zijn financiële problemen. Door omstandigheden verloor hij zijn baan en liep zijn inkomen terug van 1650 naar €975 netto per maand. Bijna een halvering dus. Het is nu mei 2019 en hij heeft net te horen gekregen dat hij officieel de schuldsanering in mag. Hallo. Hoi, hoe is het? Ja, prima. Hoi, ik ben Marel. Hoi. Hallo, kom verder. Wanneer heb je Henriette leren kennen? Ik moet nu iets ondernemen, want ik heb hulp nodig. Ik had echt zoiets van, dit ga ik in mijn eentje niet redden. En toen heb ik volgens mij gewoon via de site van de gemeente of zo, ben ik bij de wijkcoaches terechtgekomen. En zo is het balletje gaan rollen. Welke hulp heb je toen van Henriette gekregen? In eerste instantie zijn we echt even mijn verhaal kunnen doen. Dat was vooral heel belangrijk voor mij op dat moment, want ik zat er echt een beetje tegenaan. En toen zijn we met name heel veel posten gaan doornemen en uitsorteren. Echt zo van, oké, wat is dit? Want op een gegeven moment liep dat ook bij mij, dat ik echt zoiets had, je krijgt de post en aanmaning zus en zo en weet ik veel wat. En dreigement, op een gegeven moment, ging het op een gegeven moment gewoon laaien, weet je wel. Ik had echt zoiets van, ik weet niet wat ik hier verder nog mee moet. En dat was, want financieel ging het toen niet goed. Mag ik vragen waarom niet? Nou, het was, hoe heet het? Ik dacht het op een gegeven moment financieel redelijk in de hand te hebben. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment gaat het, met dat soort schulden, het loopt steeds meer op. Je krijgt een boete daar, je krijgt een rentevordering zus. En dan ga je, wat je een beetje gaat doen, is het ene gat met het andere gat vullen. Zo, dan ga ik dit wel eerst doen, maar dan kan ik dat weer niet. En dan, weet je. En dan, eigenlijk van de regen in het rug. Ja, je komt gewoon niet verder. Ja. En in de tussentijd heb je nu weer werk? Nee, of? Nog niet. Nee. Nog en dat niet. Is ook, en daar heb ik gelukkig wel met de gemeente. Ik heb met de gemeente heel goed contact in ieder geval. En die snappen ook dat je op een gegeven moment, je moet je op een gegeven moment echt voorstellen, want dat is denk ik iets wat mensen zich niet realiseren, dat het een continue druk is op je. De hele tijd als er iemand stopt in een hele chique zwarte auto, want dat is dan meestal zo, dan weet je al bijna dat er komt er weer een deurwaarde aan, meteen een andere envelop en noem maar op. Het is echt, het legt je lam. Het legt je echt heel erg lam. Dus die stress maakt eigenlijk dat er niks meer gebeurt. Nee. Ik heb op een gegeven moment, helemaal in het begin heb ik nog sollicitatie gehad. Ben ik uitgenodigd op gesprek. Dus toen zat ik nog enigszins in die flow, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment werd dat. Toen had ik alleen maar zoiets van die schulden. Ik wil van die schulden af. Ik ben zo van.
En toen begon ik echt te merken dat op het moment dat ik met een brief aan het schrijven was, zeg maar, dat ik continu afgeleid was. Continu zo van, ja maar, hoe gaat het nou als het dit? Maar als het, dan straks moet mijn huis uit. En dat loopt de hele tijd in je hoofd. Dus je kunt je gewoon helemaal niet concentreren. En dat is gewoon echt... En wat doe je dan de hele dag? Want als je die stress hebt van die schulden, en de schulden zijn nog niet verholpen, klim je tegen de muren op? Ja, goed. Ik heb in die zin, dat is wel heel fijn. Nou ja, af en toe gesprek natuurlijk met Harriet dan. Dat is gewoon echt ja, maar dat is serieus. Dat is echt heel belangrijk. Dat je gewoon weet van iemand die van de hoed en de rand weet, dat je er gewoon mee kunt praten. Ik heb gelukkig wel een heel goed netwerk. Ik heb een hele goede band met mijn familie, maar ook met heel veel met vrienden. Dus het huis uit dan, als je het gewoon even niet trekt. Of in mijn geval de tuin in, want dat is voor mij wel een soort van lifeline. Dat is echt... Goede afleiding. Ja, als ik dat niet had gehad, dan weet ik ook nog niet dat ik op een flatje had gezeten of zo. Dan was ik waarschijnlijk echt een beetje doorgedraaid, hoor. Ja. Dan was ik echt, er zijn echt van die momenten dat je het gewoon... dat je echt zoiets hebt van, en nu trek ik het niet meer. Het houdt niet op in je hoofd, weet je wel. Dus het hoofd raakt niet stil. Ja. En dat is echt... Lijkt me heel naar. Ja. Hoe zie jij nu de toekomst tegemoet? Nou ja, met dus nu de mededeling dat we dat het voortraject in ieder geval af is. Zo van, nu weet ik waar ik aan toe ben. Nu weet ik over welke periode het gaat. Heb je nog een tip van, doe dat vooral wel? Nou, ik denk dat communicatie in zijn algemeenheid heel belangrijk is. Denk vooral niet dat je de enige bent. Dat is echt, dat denk je op een gegeven moment echt. En waar ik ook... Wat ik ook heel belangrijk vind, zo van, het zijn je eigen schulden, maar op een gegeven moment is het aanwijzen als schuldige ook wel klaar. Dan moet je gewoon verder naar een oplossing. En dat is, dat is ook een beetje naar instanties toe, zeg maar, zo, naar andere mensen toe, zo van, natuurlijk zijn het je eigen schulden, maar op een gegeven moment is die veroordeling moet ook maar klaar zijn, weet je. Dat is wel, want ik denk dat je mensen daar niet mee helpt. Vooral niet als je een beetje zo'n hele sfeer in de maatschappij ook zo'n sfeertje creëert, zeg maar. Zo van, ja, het is eigen schuld. Dan mensen kruipen alleen maar meer in hun schuld. Ik heb dat zelf ook ervaren. En uiteindelijk is dat funest. Want je blijft alleen maar langer met iets rondlopen, wat in principe gewoon op te lossen is. Alleen, ja, dan moet je wel in de bel trekken, weet je. Ja. Dat is, en daar zijn mensen voor. Ja, gelukkig maar. Ja, echt. Dat is echt hoor, super. Wat vind je van de voedselbank? Ja, een heel mooi gegeven. Mooi dat het bestaat. Heb je ooit zelf bij de voedselbank gezeten? Nee. Ken je mensen die bij de voedselbank zitten? Nee. Is de voedselbank echt noodzakelijk in Nederland of moeten we het zelf oplossen? Nee, ik denk dat het wel noodzakelijk is, omdat sommige mensen er echt niks aan kunnen doen, dat ze het niet kunnen betalen. Dus ik vind het wel noodzakelijk, ja.